Quickscan is eigenlijk een hele snelle doorlichting van wat er in de begroting staat. En waar ik dan naar zoek is bijzondere ontwikkelingen en beleidsonderwerpen die politiek relevant kunnen zijn. Zodanig dat de raad daar politieke vragen over kan stellen aan het college om het debat te voeren over van hoe we met de begroting volgend jaar omgaan. Ik ben Johan de Cruijff, ik ben universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daarnaast doe ik rekenkamerwerk, onder andere voor Enschede, Venlo, nog andere activiteiten voor gemeente en lokaal bestuur. Heeft de gemeente u dit verzoek gedaan of komt het vanuit iemand anders? Het komt van de rekenkamercommissie van de gemeente Almelo, een instrument van de raad. En die kijken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. En dat wil dus zeggen van voeren we beleid goed uit. U vertelt dat het jaar 2026 een bijzonder jaar zal worden. Dan kom ik uit op een effect in het gemeentefonds van iets van orde grootte 5 miljoen. En dat is van een heel ander bedrag dan 17 miljoen. Het Rijk verdeelt een belangrijk deel van de middelen voor gemeenten. En de begroting die daarvoor staat op rijksniveau, die gaat omlaag. En dat heeft gevolgen voor alle gemeenten, want die krijgen hun geld verdeeld vanuit het Rijk. En dat noemen ze het ravijnjaar. Er wordt heel veel geld minder uitgekeerd en gemeenten moeten daar dus hun begroting op aanpassen. En daar zit een probleem. Hoe ga je dat doen? En hoe verwacht u dat de gemeente of het Rijk dit kan gaan oplossen? Dat is een politieke keuze. En welke kant dat opgaat is ingewikkeld te voorspellen. Eén ding is zeker, er loopt ook nog een debat over de gemeentelijke belastingen. En daar zit een deel van de oplossing. Maar er zitten meer onderwerpen in over hoe het Rijk bereid is om gemeenten nog extra middelen te geven. Nou, de makkelijkste oplossing zou zijn, en dat is ook een technische. Het Rijk heeft een aantal jaren geleden bijna 1 miljard uit het gemeentefonds gehaald. Op grond van schaalvergroting bij gemeenten, dus grotere gemeenten, herindelingen. Dat is nooit gerealiseerd, maar dat bedrag is ook nooit teruggedraaid. Daar zit een belangrijke stap. De tweede stap is de discussies over de jeugdzorg en het sociaal domein in brede zin. Dus de WMO en de jeugdzorg. Of gemeenten daar voldoende geld voor krijgen. Dat zou een plus kunnen zijn. En de derde gaat over de belastingen.